Met de benoeming van 11 juristen vandaag telt het Hof van Justitie nu 213 advocaten. De beëdigde advocaten zijn Siomara Simpson, Vishal Balraj, Monique Watchman, Stephanie Dassassin, Anton Karag, Prishant Baldeo, Natasha Sukra, Bishwanath Murahu, Roy Surjbali, Gail en Gracia Sitaram. Waarnemend president van het Hof, Iwan Rasul Baks, vindt dat met deze aanvulling de keuzes voor rechtszoekenden breder is geworden. U bent door de orde, uw respectieve patronen, het Hof en uw eigen inzet tijdens de beroepsopleiding en de stage opgewekt om op professionele wijze juridische bijstand te verlenen aan rechtszoekenden. U bent opgewekt, niet vrolijk, maar opgewekt. Daar waar u er nog niet was, bent u getild naar het niveau omdat u juridische bijstand wil verlenen. Rasul Baks wees de advocaten erop dat ze bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden. Op zich neemt u een grote verantwoordelijkheid over burgers, over rechtszoekenden. Als ze bij u komen, vragen ze naar rechtsbijstand. Ze vragen naar eerlijke informatie, informed consent. Ze willen ook goedkeuring geven aan de informatie die u ze verstrekt. Om te zeggen van oké, ik ga door met het debat in de rechten of laat het maar liggen. Maar dat hangt van eerlijke informatie die u de cliënt verstrekt om tot een besluit te komen van oké, ik geef u de opdracht om te doen in en of buiten rechten om mijn zaak te bepleiten. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasul Baks, hij sprak vandaag bij de beëdiging van 11 advocaten. De beëdigingsplechtigheid vond plaats in het gerechtsgebouw van het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein.